achterbij. Is de X-Factor neergestreken in Geldrop? En dat is niks voor niks. De X-Factor, o jee. Het is een speciale X-Factor. Laat u maar verrassen. Let maar op. Dit wordt een opwindende. Dit wordt een nooit eerder vertoonde X-Factor. Nog niks pornografisch, hè? Wij gaan niet zingen, alhoewel er ook wel gezongen wordt. Maar laat u verrassen door hetgeen wat u dadelijk krijgt te zien. En de X-Factor is niet voor niks in Geldrop neergestreken. Wat we wel hebben, is uiteraard een jury en een assistent. Mag ik jullie voorstellen aan mijn jury en mijn assistenten die van achteraan hier de zaal binnenkomen. Geeft u ze een taal van de goedenavond, dames. Dat is pas een optreden, zo dacht ik toch. Nou, de dames zijn binnen. Zo'n optreden zou ik ook willen maken. Die heb ik nog lang niet gemaakt, maar de dames zijn inderdaad binnen. Mag ik u voorstellen aan Jessie, jurylid, aan José, jurylid, en mijn assistente, die is op dit ogenblik even weggedoken, daar in de hoek, aan Rian. Nog zult u zich dat... Dan zullen ze je natuurlijk afvragen, wat komen die hier doen? Ja, ik heb u al aangekondigd, dat is een speciale X-Factor. Dus ik zal proberen een tipje van de sluier op te lichten. Kijkt u wel eens. Optimaal. Ah, even rustig. Samen gaan we naar het filmpje kijken. Celebrate, check it out. Jullie kennen hem allemaal, heb ik in de gaten. En dat is nou juist hetgeen waarom dat we hier zijn. Jullie kennen hem allemaal en dat is allemaal jeugd. En eigenlijk hebben we dat een beetje gehad. Waarom is de X-Factor nou hier? Let op. We zijn op zoek naar het nieuwe gezicht van Friesland kampioen. Maar dan kun je een paar dingen doen. Ja, je kunt natuurlijk die modellenbureaus afgaan, dus daar is genoeg te vinden. Maar wat we gedaan hebben, is eens even rondgekeken in de eigen organisatie. In de eigen organisatie van Friesland Kampioen. En daar blijkt heel wat aan talent voor te zitten. Laat ik u, en we hebben er één geselecteerd. We hebben echt één geselecteerd die alle potentie heeft om hier aan te voldoen. Laat ik u even voorstellen. Ik zou bijna zeggen, jullie hadden het kunnen raaien, of niet? Maar, het is natuurlijk, hij voldoet op papier aan alle potentie, dus maar optimaal heeft als basis even. Dus we gaan eens even testen of onze kandidaat voor vanavond, vandaag jury en ik, ook aan dat evenwicht voldoet. We hebben daar een paar van die testen voor. Het wordt ook opgenomen. We hebben een cameravrouw in de buurt. Die cameravrouw die heeft hopelijk haar weg tot hier gevonden. Je moet ergens in de buurt staan. Ja, maar je bent hier. Oh, hier staat. Hier staat. Maar Jos, dus. Ja, wacht even. Je zult vanzelf wel meemaken wat er is. Ik denk dat de dames eerst beginnen met rekken en strekoefeningen. Want ja, dat is toch wel. Rustig al. Dus, dat is te warm voor. We gaan achteruit volgens een screentest doen. Zak nou weer een keer. Hij komt op Hives en hij komt op YouTube. Dat is wel.
Helaas kunnen jullie dat dan niet allemaal zien. Ik zal het proberen te beschrijven. Er wordt een optimaal flesje wat op een plank gezet. En er wordt de lucht in geschoten. En dan komt hij daar opvangen op het dienblad. Dus kijk of het... Ja, ja, ja. Dus jongens, ga je gang. De dames hebben het uitstekend voor gedaan. Het is nu aan jou de taak om te laten zien dat je voldoende evenwicht hebt. Hans Helmond. Ik ben het beste aanmoedigen. Dames, hoe doet hij het? Dames, nog een keer. Geeft u wat? Ah ja, ja, ja. Je wordt ook uitgebreid gevoeteld. De volgende test, ja, dat is al een beetje de ultieme test, want ze lopen op in moeilijkheidsgraad. Hij zal nu stelten moeten inlopen. Wacht op, wacht op. Dus kijk nog een dakje. Hou hem maar vast en hou hem maar in de gaten, niet dat we daar een ongeluk te maken hier. Wat denk er aan de Friesland kapier weer maken zelf heel erg. Hoppa! Nou, ik vind dat er nog een tweede poging achterhalen. Kom maar, ja, nog een keer. Je komt er niet zo gemakkelijk vanaf. Als we hier... Goed zo, nou. Nog een test, Bellen, nog een test. En dat heeft te maken met... Ja, je ziet dat wel eens op televisie, dat ze zo'n melkpak op hun vinger doen. Dus dat gaan we hem nu ook laten doen. Ik vond het niet, trouwens nog niet zo geslaagd. Maar ik bedoel, om hem nou onmiddellijk... Om hem nou onmiddellijk de volgende keer op te zetten. Ja. Dat gaat toch niet zo goed. Het is misschien best een aardige medewerker, maar van evenwicht klopt er nog niet zoveel van. Kijk eens, de dames kunnen dat veel beter. Die hadden nog wel gestudeerd uit Haag. Hij haalt de test niet hoor. En dames, wat is jullie laatste test? Jullie hadden toch nog wat? Rekken strekken. Ja, ja. Een cooling down nou, want ik... Nou, is hij nou geslaagd voor de screentest of niet? Goedemiddag! Dames, bedankt. En jij ook bedankt?